decemberconcert door zanggroep Melos en Inbetween. Zanggroep Melos verzorgt een spetterend decemberconcert met als gastkoor Inbetween. In totaal zullen er meer dan 80 zangers en zangeressen voor u optreden. Zanggroep Melos is te zien op zondag 9 december om 2:15. Three Billboards outside Ebbing, Missouri. Nadat er maanden verstreken zijn in de moordzaak van haar dochter, zonder dat de dader gevonden is, maakt Mildred Hayes een gedurfde stap. Ze laat op 3 billboards een controversiële boodschap maken gericht aan de sheriff van de stad. Three Billboards outside Ebbing, Missouri is te zien op maandag 10 december om 8 uur. Murder on the Orient Express. Wat begint als een extravagante treinreis door Europa, mondt uit in een van de meest stijlvolle, spannende en aangrijpende mysteries ooit verteld. Dit is het verhaal van 13 reizigers op een trein waar iedereen een verdachte is. Murder on the Orient Express is te zien op dinsdag 11 december om 2 uur. 40 jaar liedjes door Gerard van Maasakkers. In 40 jaar liedjes zal Gerard van Maasakkers een keuze maken uit de 13 platen die hij opnam en dat gaat een mooie intieme avond opleveren. Van ontroering naar uitbundigheid in weer terug, al 40 jaar lang. Gerard van Maasakkers is te zien op vrijdag 14 december om 8:30. Een Magical Music Night door Harmonie Asterius. Dit keer staan kleine, Nederlandstalige liedjes centraal. Het orkest staat er deze avond niet alleen voor. Samen met zangers en een band presenteert Asterius een gevarieerd programma. Een Magical Music Night is te zien op zaterdag 15 december om 8 uur. Swing Jazz door de Jazzy Swing Collection. Het orkest brengt prettig in het gehoor liggende New Orleans jazzklanken tegen horen. Naast de bekende jazzstandaards kunt u zowel collectief als solistische hoogstandjes van dit orkest verwachten. De Jazzy Swing Collection is te zien op zondag 16 december om 3 uur. De Adriaan Poorteslezing 2018 door Joris Luijendijk. Joris Luijendijk werd bekend als verslaggever vanuit het Midden-Oosten. Hij was correspondent voor de Volkskrant en Radio 1 en later ook voor NRC Handelsblad en de NOS. Dit jaar verzorgt hij de openbare lezing met als titel Wat is er mis met ons, de elite? Joris Luijendijk is te zien op woensdag 19 december om 8 uur. Het grote kerstbal door Hanhart voor Muziek. Voor het 6e jaar zullen de bekende gezichten van het eerste uur u weer opvrolijken met de mooie klanken uit de operette, musical, evergreens en de Nederlandse liedjes in een sprankelende kerstsfeer. Dit allemaal onder leiding van Dave Hanhart. Het grote kerstbal is te zien op zondag 23 december om 2:30. The Sound of Music Experience door de Koningstheateracademie. De Koningstheateracademie is terug met een gloednieuwe familievoorstelling, The Sound of Music Experience. U kijkt niet alleen naar het verhaal over de Oostenrijkse familie, maar u gaat ook op pad. Op deze theatrale tocht vol bijzondere ontmoetingen beleeft u dit kerstverhaal op een heel bijzondere manier. The Sound of Music Experience is te zien op 26 december om 2:30 en van 27 tot en met 30 december om 7:30. The Incredibles 2. De superhelden zijn terug en stelen opnieuw de show in The Incredibles 2. In dit nieuwe avontuur staat Helen in de spotlight als superheld, terwijl Bob dagelijkse heldendaden verricht in het huishouden. The Incredibles 2 is te zien op vrijdag 4 januari om 3 uur.